We praten hier met Donald Moritz de Marcas. Ik mag Donald zeggen. Donald is 1933 geboren in Leiden. In het ziekenhuis aan de Hooigracht, Sint-Elisabeth Ziekenhuis. Ja. En Donald is eigenlijk een vocale duizendpoot, zou je kunnen zeggen. Je hebt bij verschillende omroepen gewerkt. Ook als freelancer. Je bent hoorspelacteur. Presentator. Nieuwslezer. En van de Radio Nieuwsdienst verzorgde het ANP. Nou, een mooiere en markantere stem kun je bijna niet bedenken. Ik denk dat iedereen die wat ouder is, die zich dat heel goed kan herinneren. Cabaretier. Voordrachtskunstenaar. Maar hier vooral als ooit Joods onderduikkind. En je gaat vertellen hoe in Leiden jouw misère begon. Donald. Ja. Want waar woonden jullie in Leiden? Wij woonden op de Botermarkt. Ik ben geboren, wat je al zei, in het Elisabeth Ziekenhuis. Ja. Maar we woonden op de Botermarkt. Vader had daar hij verkocht herenkleding. En dat heette Herenmodemagazijn. Mooi, hè? Herenmodemagazijn. En dat was niet onder de naam van de Marcas. Maar die zaak heette Firma Wannee. Hij heeft de zaak gekocht toen van meneer Wannee. Want vader had genoeg gespaard in Leiden. Want hij heeft gewerkt bij Gerson. En daar was hij, ik dacht, filiaalchef. Dat weet ik niet helemaal zeker. En hij had een oogje laten vallen op die herenmodezaak van meneer Wannee. En op een gegeven moment lukte dat, had hij geld genoeg, om die zaak te kopen. Toen meneer Wannee ophield met werken. En waar was die zaak gevestigd, Donald? Dat was Botermarkt 17. En dat was ver voor me. Ik moest nog helemaal gemaakt worden, joh. Dat was in 1927, geloof ik. En ik ben in 1933. Ja. En toen is vader daar zijn eigen zaak begonnen. En daar was hij heel trots op. Ja, dat herinner ik me nog heel goed. Je had vriendjes in de omgeving? Jazeker. Toen we daar kwamen wonen, toen werd ik bevriend met Louietje Snijers. Snijers van de banketbakker, die een stukje verder woonde, met Louietje. En ik was ook bevriend met Rudy Rippen. Dat was het neefje van oom Bernard en tante Marie. Want iedereen in die tijd was tante en oom van jou. Tante Marie en oom Bernard Rippen, naast ons, die had een stoffenzaak. Welk nummer, Botermarkt, weet ik niet bij, waren 17. Dus dat zou... Nee, ik durf het niet te gokken. Dat was een mooie tijd. Het was een enige tijd. En wanneer kwamen er geruchten dat het anders ging worden? Dat kan ik me heel goed herinneren. Dat moeder en vader heel grote zorgen hadden. Dat begreep ik als kind natuurlijk nog totaal niet. Ik weet niet waar ze het over hadden. Ja. Maar ik weet wel dat ze grote zorgen hadden over toen ook toch al de Jodenvervolging. En toen kwamen, nou heb ik het dus over eind jaren, begin jaren 40. Ja. Ja. En ik herinner me ook goed dat er ook sprake van was dat het best zou kunnen zijn dat vader zijn zaak zou moeten sluiten. Herenmodemagazijn Wannee op de Botermarkt 17. En dat was natuurlijk vreselijk. Dat je, Joden mochten geen bezit meer hebben. Hij moest een zaak sluiten. Eigenlijk moesten wij weg. Joden mochten geen bezit meer hebben. Dus Botermarkt 17, daar moesten we uit. We moesten uit dat huis weg. En we moesten gaan wonen bij andere Joodse mensen. Dat was de familie Mok. Op, ik dacht, de Mei van Streefkerkstraat. Dat weet ik niet helemaal zeker meer. En hoe ging het met school? Ik mocht ook niet meer op de Aalmarktschool, waar ik altijd gezeten heb. Joodse kinderen moesten in een speciale Joodse school. En de Joodse school, die was, ik dacht, op het Pieterskerkplein, achter de Pieterskerk. Daar was een bepaald gebouw. En dat zou de Joodse school zijn. Daar heb ik toen ook nog een half jaar school gegaan. Ja.
En jullie moesten op enig moment verhuizen, want het huis werd onteigend. Ja, we mochten daar niet meer wonen. Nee. En toen gingen we wonen bij de familie Mok. Ja. Hoe de straat heette, weet ik niet meer. Daar hebben we toen ook nog... Dus Joden moesten bij Joden wonen. Ja. We mochten nergens anders wonen. Maar waren er meer maatregelen waar je onder te lijden had? Bijvoorbeeld sport, spel? Ik mocht niet meer zwemmen in de overdekte op de Haarlemmerstraat. Ja. Daar had ik zwemles. Dat mocht niet meer. Even denken. Dat mocht nog meer niet. We mochten niet meer fietsen. Die werden afgenomen. We mochten niet meer in het Van der Werfpark. Ik weet nog heel goed dat in het Van der Werfpark de bordjes hingen verboden voor Joden. Mm. Dan mocht ik niet meer komen. Waar ik mijn jeugd heb doorgebracht, notabene. Ja. Ik was heel veel in het Van der Werfpark. Ja. Dat was een dierbare plek voor mij. Ja. En dicht bij huis natuurlijk. En dicht bij huis. Ja. Dat mocht ook niet meer. Donald, je woonde bij de familie Mok. Had je het idee dat jullie daar lang zouden blijven wonen? Nee, dat gevoel hadden we zeker niet. Nee. Ik wist dat er toen al behoorlijk wat reuring was. De finesses wist ik niet, want in die tijd, hè, ik zei het al eerder, was een kind zo'n kind. Ja. Ik wist van niets nog. Niets. Wat tot mij kwam, was via moeder en vader, die hun angsten hadden. Dat voelde ik wel. Ja. Ja. Dat voelde ik wel. De angst, het weggaan uit ons eigen huis, het niet meer je eigen winkel mogen hebben. Ik weet dat er Joden opgepakt werden, dat wist ik toen al. Zouden wij daaraan kunnen ontsnappen? Dan als jullie waren bij de familie Mok en daar werden jullie opgehaald door de Duitsers. Ja. Want zo werd dat toegesteld. En waar ben je toen naartoe vervoerd? We zijn opgehaald door de Duitsers en met een overvalwagen werden we vervoerd naar de Zonneveldstraat, naar het politiebureau in Leiden. Daar hebben we toen een paar uur gezeten. Ja. En van daaruit werden we getransporteerd naar station Hollandspoor. In Den Haag. In Den Haag. Ja. Dat was heel griezelig. Want ik begreep wel dat dat een gevaarlijke plek was, omdat je van daaruit met de trein verder getransporteerd zou worden. Ja. En toen zijn we op het perron van Hollandspoor terechtgekomen. Ja. En ik herinner me nog wel dat daar Fischer naar de hand, heeft vader mij verteld, dat was een beruchte Duitse commandant. Fischer, die werd naar de hand Judenfischer genoemd. Ja. En die sprak mijn vader aan. En toen we opgepakt waren, daar op het spoor, toen zei hij tegen mijn vader, ihr Gesicht gefällt mir nicht. Maar jouw vader, die was lid van de Joodse Raad. Hij kende hem of niet? Hij wist dat vader het hoofd was van de Joodse Raad in Leiden. Ja. En dat heeft ertoe meegeholpen dat vader niet onmiddellijk, dat wij met ons gezin niet onmiddellijk op transport gesteld werden. Ja, precies. Maar hij mocht weer terugkeren naar Leiden. Jullie met het gezin mochten terugkeren. Als gezin mocht terugkeren. Omdat vader eventueel nog van nut zou kunnen zijn. Ja. Als hoofd van de Joodse Raad. Ja. Maar jullie zijn natuurlijk teruggekeerd naar Leiden, maar je kon niet meer bij de familie Mok terecht, want die was ook afgevoerd. Wat is er toen gebeurd? Wat hebben jullie toen gedaan als gezin? Ja, toen hebben wij via tante Truus Rensink contact gekregen met het gezin van Meindert en Truus Zaalberg, de pottenbakker in Leiderdorp. Ja. En daar mochten wij onderdak krijgen, moeder en vader hoe dan ook, de hele oorlog door. En ik heb een korte tijd bij moeder en vader, bij de familie Zaalberg ondergedoken gezeten. Ik ben toen ook nog in Leiderdorp terechtgekomen bij dominee Dijk. Een lief, warm gezin. En via
de ondergrondse, waar dominee Dijk uiteraard ook contact mee had, ben ik tenslotte terechtgekomen. In Breda. In Breda, bij mevrouw... Mevrouw de Groot, heb je wel eens verteld. Ja, bij mevrouw de Groot. Zij was de vrouw van een hooggeplaatste Nederlandse militair. Hij was een hooggeplaatste Nederlandse militair, ja. En was opgepakt en was vervoerd naar Stanislau. Als krijgsgevangene. Als krijgsgevangene. Ja. Je had het niet zo erg naar je zin bij de familie de Groot. Je bent er ook niet lang gebleven. Nee. Gelukkig kon ik daar bij tijds wegkomen, omdat die twee kinderen van haar niet zo vreselijk gesteld waren op dat jongetje dat zomaar ineens in dat gezin terecht kwam. En toen mocht ik daar weg, toen kon ik daar weg. En toen werd ik geplaatst bij een boswachter in Alphen onder Tilburg. Noord-Brabant. In Noord-Brabant. Dat was bij tante Net en ome Toon Marijnissen. Ja. Hij was boswachter. En daar kwam ik terecht in dat gezin waar ook nog kleine Jantje was. En daar heb ik een aantal maanden ondergedoken gezeten. Dat was een fijne tijd. Tante Net en ome Toon waren heel lief voor mij. Ze konden dat kleine jongetje ook wel gebruiken. Ik kon naar boer de Jong. En daar kon ik brood halen. En daar kon ik met zo'n klein melkkannetje, kon ik daar melk halen. En daar heb ik een aantal maanden een niet eens zo onprettige tijd gehad. Wat is de reden dat je daar bent weggegaan, Donald? Het werd te heet onder de voeten. Waarom? Tante Net en ome Toon zaten diep in het verzet. Ja. Tante Net was een vrouw, een heel stoer mens. Tante Net die heeft toen ook nog gevangen gezeten in Scheveningen, in het Oranje Hotel, zo werd dat genoemd. Ja. En de grond werd te heet onder de voeten bij hen. Het werd te gevaarlijk voor ze. Wat werd er gekletst over het feit dat hij daar zat? Dat jongetje bij de Marijnissens, ja, wat was dat? Was dat nou echt een neefje van de familie Marijnissen of was er meer aan de hand? Ja. Het werd te gevaarlijk. Ik moest daar weg. En toen heeft de ondergrondse voor mekaar gekregen dat ik naar een jongensweeshuis ging in Tilburg. Hmm. Op de Kapucijnenstraat. Kapucijnenstraat. Ja. Omdat daar op de hoek van die lange straat was een klooster. En daar zaten, de Kapucijnen. Ja. De monniken. Ja. En daar ben ik, toen ben ik dus terechtgekomen in dat jongensweeshuis. Als Joods jongetje in een katholiek jongensweeshuis. In een katholiek jongensweeshuis. En hoe vonden ze dat en daar? Dat de jongens zelf in het weeshuis hadden natuurlijk geen notie dat ik een Joods jongetje was. Dat mochten ze ook niet weten. Ja. Dat moest met geen woord benoemd worden. Ja. Je bent daar lang gebleven, maar ben je nog terug geweest om je ouders te ontmoeten? Die mogelijkheid bleek er te zijn. Oom Slothouwer, iedereen was oom of tante voor je, dat was de tradition tussen de ondergedoken moeder en vader van mij en mijn andere onderduikadres. Oom Slothouwer kwam mij met de trein, uiteraard, alles ging met de trein ophalen en bracht mij weer terug naar Leiderdorp. En ik moest ondertussen weer even terug naar Leiderdorp, naar dominee Dijk, in dat gezin. En toen kreeg je de rare situatie dat ik als Joods jongetje daar aan de maaltijd zat. En ik wist niet beter dat ik een kruisje sloeg voor het eten. En dat Joodse jongetje zat dus aan tafel bij die protestantse dominee een kruis te slaan voor hij één hap brood nam. Daar hebben ze toen, ze hebben me niet uitgelachen, maar ik weet zeker dat ze ongelooflijk hebben zitten lachen om dit gegeven. Ja. Dat was ook weer een tussenstop bij dominee Dijk. Want daarna kon ik dus terechtkomen in het jongensweeshuis. Ja. Waar we het eerder over hadden. Waar we het eerder over hadden. Precies.
En toen diende zich daar toch de bevrijding aan. Al eerder in het zuidelijk Nederland. Ja. Je ouders waren nog niet bevrijd, maar jij wel. Hoe was die situatie? Ik verlangde naar moeder en vader. Ja. Maar ik wist natuurlijk nog niet hoe zij het hadden. Nee. Oom Slothouwer kon, omdat het front, Nederland was in tweeën verdeeld, ja. Daar liep. Dus ik had geen contact meer met moeder en vader. Hoe zat je daarmee als jongen? Dat je wist dat die ouders er waren, of niet meer waren? Jij was bevrijd? Ik vond het heel erg dat ik in een bevrijd deel van Nederland zat en dat ik geen contact meer kon krijgen met mijn ouders. Ja, kan ik me voorstellen. Dat vond ik heel erg. Ja. Nogmaals, ik heb goede plekken gehad bij ome Toon en tante Net, Marijnissen en ook in het jongensweeshuis. Ja. Maar op een gegeven moment mis je die ouders. Ja. En hoe gaat het verder met dat nog bezette deel van Nederland? Dat besefte ik toen wel. Ja, toch al. Ja. Maar toen was je een jaar of 12 intussen en werd ook dat noordelijk deel van Nederland bevrijd. Toen heb je ouders weer ontmoet. Want die waren in de oorlog ook weer goed doorgekomen. Gelukkig. Ja. Vader, die is mij komen ophalen. Ja. En ik zag daar een meneer die klaarblijkelijk mijn vader scheen te zijn. Ja, ja. Want ik was dus echt wel een paar jaar weg bij ze. En op allerlei adressen geweest. Hij heeft me meegenomen naar de trein. En met de trein zijn we teruggegaan naar het bevrijde Westen uiteraard. Ja, en naar Leiden terug. En naar Leiden terug. Ja. En toen kwam ik terecht in het huis van tante Emmy Boasson. Want jullie konden niet in je eigen huis terecht. Want dat was natuurlijk geconfiskeerd in het begin van de oorlog. De winkel was onteigend. Wellicht woonden er andere mensen in jullie huis aan de Botermarkt. Hoe ging dat? Dat huis was uiteraard niet meer van ons. Dat werd toegeëigend door de Duitsers. In dat huis zijn toen 3 gezinnen terechtgekomen. Ja, tijdens de oorlog. Tijdens de oorlog. Ja. En toen we terugkwamen, moest dat huis ten eerste weer, de mensen die daar woonden, moesten weg uit het huis. Die 3 gezinnen moesten weg. Daarna moest dat huis schoongemaakt en, lag niet, ontsmet worden. Ontsmet zelfs. Dat was het verhaal van mijn vader, dat huis moest helemaal ontsmet worden. En er was heel veel van het winkelpand, heel veel van het winkelpand, was gesloopt. Want dat zat onder het huis? Nee, dat zat niet onder het huis. De winkel zelf was gewoon een onderdeel van het huis. Ja, je kon gewoon die winkel in. Ja. Maar het hout van die winkel, dat was gesloopt. De etalages en de hele, waar alle vroeger de artikelen lagen. De artikelen lagen in het huis, in de winkel zelf. Dat was allemaal gesloopt. En dan was de winkel, daar waren de kachels van gestoken. Ja, natuurlijk. Omdat het was een koude winter, vooral de laatste winter was behoorlijk koud. Ja, ja, ja. Dus die hele winkel, al dat hout was weg uit die winkel. Het was volkomen geruïneerd. Ja. Ja, ja. En hoe was het toen jouw ouders terugkwamen in Leiden? Werden ze herkend als oude middenstanders die daar hadden gewoond voor de oorlog? Toen de bevrijding daar was, toen konden mijn ouders eindelijk weer eens van Leiderdorp, van de Zaalbergen waar ze ondergedoken waren, terug naar Leiden. En ze hebben dat hele stuk gelopen. En dat was een nooit meer te vergeten iets. Ja. Die tocht naar Leiden, die lange tocht van een aantal kilometers. Over de Hoge Rijndijk. Over de Hoge Rijndijk. En een heleboel mensen kenden ze en herkenden ze. En ik zal nooit vergeten het verhaal van mijn vader, die toen vertelde dat ze op de Hoge Woerd liepen. En op de Hoge Rijndijk. En daar was de slager, Rooijakkers. Ja. En slager Rooijakkers. En daar kwamen ze langs.
En ze liepen naar binnen, uiteraard. Ze wilden even dag gaan zeggen. Ja. Want het waren mensen die ze ook heel goed gekend hebben. En toen zei Rooijakkers, die mijn ouders ineens binnen zagen komen. En toen riepen naar achter, moeders, daar heb je onze Joden weer. Ik moet weer janken daarom, daar heb je onze Joden weer. Ze zijn binnengekomen en ze waren, dat was zo'n geweldige ontvangst. En lopend van daaruit naar, want ze waren natuurlijk ontzettend benieuwd hoe dat huis eruit zag. Ze waren benieuwd naar de botermarkt. Ja. En lopend naar de botermarkt kwamen ze ook zoveel mensen tegen die hen kenden. En zij kenden die mensen. En dat was een tocht om nooit te vergeten. Ja. Het was een tocht om nooit te vergeten. Ze moesten bij iedereen binnenkomen, dat kon gewoon niet, dat kon niet. Ze wilden kijken hoe het huis eraan toe was. Ja. En toen merkten ze dus dat dat huis bewoond was door 3 gezinnen. Ja, precies. En er waren ook wellicht voor de oorlog spullen in bewaring gegeven bij mensen toen ze weg moesten. Ja. Hoe is daarmee dat afgelopen? Dat is een verhaal dat heel veel ondergedoken Joden na de hand ook hebben moeten vertellen. Ja. Er werden heel veel spulletjes ondergebracht bij vrienden van hen. Ja. En mensen van wie ze dachten dat het vrienden waren. En daar, na de oorlog, is daar een gruwelijke naam aan gegeven. Dat waren de Bewariërs. Bewariërs. Ariërs was de naam voor niet-Joden. Ja. En het kwam toen zo dat moeder en vader bij die mensen hun spulletjes weer kwamen ophalen. En dat ging soms heel goed. Maar soms werd het ontkend dat die spulletjes van moeder en vader waren. Ja. En dat was een gruwelijke ontmoeting. Dat waren gruwelijke ontmoetingen. Ja, ja. Het waren. Ja, kom even. Ja. Hoe was het sowieso om terug te komen en geconfronteerd te worden met het feit dat je mensen miste die niet meer terug zijn gekomen? Dat is uiteraard het meest gruwelijke deel van alle teruggekeerde Joden geweest. Ja. Let op, het bijvoeglijk naamwoord de teruggekeerde Joden. Er was geen familie meer. Nee. De familie was opgehaald, getransporteerd naar de evenzoveel concentratiekampen. En waren vermoord. We hadden geen familie meer. De meeste familie was opgehaald en vermoord. En dat was wat ik toen ook ooit in een ander interview gezegd heb. Of ik heb het ooit opgeschreven, ik weet niet meer. Toen kreeg je een huilbui van jaren. Ja. De familie was er niet meer. Moeder en vader konden gelukkig terecht bij vrienden en vriendinnen die ze met open armen ontvingen. Maar de confrontatie met het feit dat je niets en niemand meer hebt, nee, dat was een gruwelijk iets. Ja. Ja. Het is niet voor niks dat ik zoveel jaren nadien, hè, we zitten in 2020, 2021. Ja. Dat me nog steeds zo bij de strot grijpt. Nog steeds? Ja, nog steeds. Heb je daar nooit hulp voor gezocht om hierbij te leren omgaan? Zo ver dat mogelijk is. Het is een loodzware rugzak gebleken bij. Ja. Een rugzak voor alle teruggekeerde Joden. Ik mocht al zo onvoorstelbaar blij zijn dat mijn ouders er nog waren. Ja. Dat ik niet als alleenstaand Joods jongetje daar helemaal in zijn eentje de zaak moest oppakken. Nee, tante Truus en Noemijndert Zaalberg hebben met hun grote gezin met 4, 5 kinderen de moed gehad om moeder en vader daar vast te laten, vast te houden. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. En ze hadden een levensgroot godsvertrouwen. Ja. Dit overkomt ons niet. Dit gaat goed door. We hebben een muur op ons huis. Hè? We hebben een muur op ons huis. Ja,
Ja, dat was de muur van hun geloof. Ja. En dat is ook uitgekomen. Dat er razzia's waren. Op de Hoge Rijndijk woonden ze, geloof ik. Hè? Dat heette het op de Hoge Rijndijk. Ja, zeker. Ja. Dat er razzia's waren. En dat die Duitsers stopten een paar huizen voor het huis van tante Truus en Omijn dat Zaalberg. Waar moeder en vader zaten. En waar ook nog een Duits-Joodse violist zat. Friedel Schick heette die. En daar woonde ook nog een pianist, Iskar Aribo. Hmm. Ik geloof niet tot het eind van de oorlog. En Friedel Schick heeft daar ook niet de hele oorlog gezeten. Moeder en vader, die hebben de rest van de oorlog tot aan de bevrijding daar gezeten. Toen jouw vader terugkwam, is hij toen weer in staat gebleken om zijn leven weer op te pakken, om weer de zaak op te bouwen? Vader moest natuurlijk wel. Het feit dat hij eerst moest wachten totdat Botermarkt 17 ontruimd was en ontsmet was. Hij moest weer aan de gang. Dus hij ging weer zijn herenmodemagazijn Wanneer opbouwen. En toen deed zich de bijzonderheid voor dat de meeste klanten van vroeger, die kwamen terug. Die omarmden. Ik ben een sentimentele ouwe, je weet wel, geworden. Ze omarmden mijn vader. En de meeste klanten van vroeger, die kwamen weer terug. Ze lieten mijn vader niet in de steek. Hij opende zijn zaak. En het was een feest dat die mensen weer terugkwamen. Hoe ging het toen met de 12-jarige Donald en Marcas? Want die moest weer naar school, denk ik zo. Ik heb erg moeten wennen. Ja. Ik heb natuurlijk mijn ouders 2,5 jaar niet meer gesproken. Ik heb heel in het begin, toen ik terugkwam uit de oorlog, toen heb ik ook de vergissing begaan door tegen moeder en vader oom en tante te zeggen. Ja. Dat jongetje van 12 jaar was toen, in de oorlog, was een jongetje van 12 jaar lang niet zo wijs, lang niet zo waanwijs, als de kinderen van 12 jaar nu. Mm. En het kostte me moeite om weer te wennen aan die mensen die mijn ouders bleken te zijn. Mm-hmm. Ik vond het natuurlijk wel weer fijn om naar school te gaan, absoluut. Welke school was dat? Dat was de Aalmarktschool. Aalmarktschool. Want in de oorlog mocht ik niet meer op de Aalmarktschool zitten. Nee, Joden moesten, Joodse kinderen moesten op een Joodse school. Ja. En dat was op het Pietersplein, Pieterskerkplein. En ik kwam dus weer terug in de 5e klas van de lagere school, geloof ik. Op de Aalmarktschool. Ja. En daar kwam ik weer terug bij meneer Wisse, het hoofd der school. Natuurlijk. En in zijn klas kwam ik terecht, in de 5e en 6e klas bij hem. En heb je daarna de middelbare school in Leiden ook nog gedaan? Ja, dat was op de Hoge Rijndijk. Daar heb ik HBSA gedaan. Ik was een uitgesproken taaljongetje toen al. Ik ben ook helemaal in de taalrichting terechtgekomen. Daar heb ik mijn eindexamen gedaan ook. En toen ben ik Nederlands gaan studeren. Uiteraard ben ik Nederlands gaan studeren. Het kon haast niet anders. Nou, er was nog even een vaag idee dat ik naar het conservatorium zou gaan. Hmm. Maar ik wilde toch wel liever met taal aan de gang. Ja. En vervolgens heb je heel veel geluk gehad, ondanks de misère die begon in Leiden. Mijn leven is één grote aaneenschakeling geweest van een gigantisch geluk. Ja. Een gigantisch geluk. Ik ben zo'n niet te benaderen bofkont geweest. Niet alleen wat de oorlog betreft, ook wat mijn ouders betreft. Dat mijn beide ouders weer zijn teruggekomen. De rest van de familie allemaal vermoord. Op één neef en één nicht na. De rest allemaal vermoord. Maar verder
heb ik zoveel geluk gehad. Niet alleen in mijn schooltijd, die ik goed heb kunnen doorbrengen. Ik ben één keer blijven zitten in de vierde, geloof ik. Maar ik was veel te speels. Oh god, ik ben zo'n speelsmannetje geweest. Eigenlijk ben de rest... Eigenlijk, dat vraagt Sonja maar, mijn vrouw. Ik ben handenwrijvend, spelenderwijs door mijn leven gekomen. Mm. Ook toen ik een volwassen mens trachtte te zijn. Dat lang niet altijd gelukt is. Ik ben spelenderwijs door mijn leven gekomen. Niet in het minst dat ik op een gegeven moment... de liefde van mijn leven ben tegengekomen. Dat is Sonja Johanna Ossendrijver. En dat is niet een naam om als zangeres mee op te treden. Dus zij heeft de voornaam van haar vader, Bernard Ossendrijver, genomen. En die als achternaam gekozen. Mm. En dat werd toen dus Sonja, niet Barend of Bernard. Nee, Sonja Bernd. B-E-R-N-D apostrof T. En onder die naam heeft ze haar artistieke leven geleid.